Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Het is weer lang geleden dat ik jullie, voor jullie heb gevlogd. We zijn nu op dit moment onderweg naar Assen om de taart voor Jalen op te halen. Want Jalen wordt maandag alweer 2 jaar en dat gaan wij morgen alvast thuis vieren. Dus vandaar dat wij eventjes allemaal voorbereidingen gaan doen. Wat boodschapjes doen en dan moeten we weer direct terug omdat we nog een aantal pakketjes verwachten. Nou, zoals jullie weten heb ik al echt een pauze geleden. De laatste vlog dat ik heb geplaatst was dat toen Joshua en ik voor onze jubileum in Osnabrück waren. En dat was eigenlijk ook het laatste wat jullie hebben gezien van ons. En dat klopt ook. We zijn daarna ook op vakantie geweest. Zo, jullie zullen vast wel wat foto's op onze Facebook en Instagram hebben gezien. Maar we hebben het verder niet meer geplaatst. De reden dat ik de camera erbij heb gepakt is omdat Joshua en ik iets leuks hebben te vertellen. En dat is, Jos en ik gaan voor een tweede. En het lijkt ons hartstikke leuk om jullie mee te nemen in dit proces. We vinden het wel nu de hoogste tijd om te gaan voor de tweede. Omdat ja, we zijn er samen wel een beetje over eens dat we maximaal 2 jaar tussen de kinderen moeten zitten. Ook hebben Joshua en ik ook heel erg gespeculeerd over samen van zullen we het wel doen om jullie daarin mee te nemen of niet. Omdat het best wel, ja, het ligt soms wel gevoelig hè, als je daarmee bezig bent. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf, ja, ik ben best wel met vloggen laat ik best wel veel van ons zien. En toen dacht ik van ja, waarom ook niet? Ik neem jullie mee. Op het moment dat het zover is. En we mogen het officieel bekendmaken. Of wij vinden dat we het bekend kunnen maken. Dan zouden jullie ongetwijfeld ons ook updates van ons krijgen. Het plan is als volgt om zoveel mogelijk via onze YouTube kanaal te doen. Dus als je ons nog niet volgt, volg ons. En wij nemen jullie mee in het avontuur. Ook zullen Joshua en ik tussendoor wat verhalen op onze Instagram plaatsen. Straks in de beschrijving kun je zien wat onze links zijn. Dus houd ons vooral in de gaten en we zullen het echt leuk vinden als jullie meegaan met dit avontuur. Dus we nemen jullie gezellig mee. Ja schat, hoe vind jij het dat we nu voor een tweede gaan? Ja, wel een beetje hoog zijn. Ja. Want dat is wel een tijd, dus een tweede verschil is echt wel een ideaal iets. Want er zit te veel tussen en zit je keuze niet echt op vinden. Ja. En we stonden op het moment dat we het samen over hadden, stonden we er best wel alle twee gelijk achter van ja, we doen het gewoon. Goedenavond, het is vandaag donderdag. Het is vandaag donderdag hoeveel? Ik weet niet eens. Donderdag 17 november. Het is nu ongeveer bijna 11 uur en Joshua die komt zo thuis. Vorige week hebben jullie verteld in een beelden dat ik gestopt ben met de pil. Dus ik heb het gevoel dat mijn lichaam er best wel moeite mee heeft. Of ja, moeite. Ja, ik heb er wel heel erg last van. Ik ben heel erg moe. En ik dacht in eerste instantie dat het erdoor komt dat ik heel veel heb gewerkt. Want ik heb deze week ontzettend veel gewerkt. En Jalen die gaat voor de tweede keer morgen op vrijdag naar de opvang. En dat ben ik helemaal niet gewend. Omdat Jalen normaliter maar 4 dagen in de week naar de opvang gaat. De reden dat ik de camera er even bij wil pakken is omdat ik jullie even een kleine update wil geven. Dat ik zeg maar nu een week gestopt, nou bijna een week. Gestopt ben met de pil. En ik merk gewoon zo erg. Guys, het is echt niet normaal. Want ik dacht echt serieus. Het zal wel een griepje zijn. Maar toen ben ik mezelf even nagegaan vandaag. Van als ik een griepje zou hebben. Dan zou het heel anders zijn. Maar ik ben echt. Oh, ik ben echt gewoon de hele tijd misselijk. En vermoeid. Maar die vermoeidheid komt ook een beetje door het werken. Daar niet van. En dat ik gewoon heel veel dingen wil doen. Maar dan nog voel ik mijn lichaam. Het is gewoon, ik ben mezelf gewoon niet meer. Joshua die kwam gisteren thuis. En die zegt op een gegeven moment, wat is er toch met jou? Ik zei vanmorgen, Joshua, volgens mij ben ik gewoon echt niet mezelf meer. Ik moet er gewoon heel erg weer aan wennen. En
het is alweer 2 jaar geleden voor mij dat ik dit proces weer heb doorgemaakt, dat ik gestopt ben met de pil. En toen had ik ook hetzelfde gevoel. Dus daarom ben ik het allemaal nagegaan. En ja hoor, puntje bij paaltje, ik heb het toch maar even gegoogeld. En dat klopt. Op het moment dat je stopt met de pil, dan noemen ze dat je lichaam gaat ontpillen. Dus al die hormonen die gaan eruit. En dan zijn die klachten daarvan buikpijn, misselijkheid. Vermoeidheid weet ik niet, heb ik niet gelezen. Maar ik ben geen expert of arts of zo. Maar ik luister een beetje naar mijn eigen lichaam. Dus moet jullie heel eerlijk zeggen. Ik weet waar ik het voor doe, maar ja, het is niet leuk. En ik merk gewoon emotioneel ben ik niet zozeer, maar ik voel me echt gewoon echt down de hele tijd. En ik denk dat dat gewoon echt puur te maken heeft, weet ik veel. Het is al een lange dag voor mij geweest. Dat je dan met die pillen, dat hoeveel effect het op je lichaam hebt. En ik zit echt letterlijk gewoon te denken om te kijken wat een andere mogelijkheid heeft voor de verdere toekomst. Want ja, ik vind die hormonen, dat wat dat met je lichaam doet, dat vind ik best wel erg heftig. En nu heb ik dat nu niet, zeg maar die pil. En dan voel je dat wel. Ik moet je zeggen, vandaag voel ik me echt heel slecht. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en de week zit er alweer op. Ik ben de week wel doorheen gekomen, maar ik voel me nog steeds een beetje minder. En alleen ja, dat misselijke gevoel is wel weer een beetje weg. Dus dat scheelt weer enorm. Ja, ik denk dat het echt deze week veel te maken heeft met dat ik een week geleden of 2 weken geleden ben gestopt met de pil. Ik denk dat het een beetje te maken heeft omdat ik zeg maar met de pil ben gestopt. In combinatie dat het nu echt freezing cold is. Het is echt super koud. Dus dat wordt dan een mengelmoesje. En dat, ja, die combinatie gaat dan niet heel erg lekker. Hey allemaal. Het is weer een tijdje dat ik weer niet heb gefilmd. Ik was eigenlijk een beetje te veel mee bezig. Waarvan ik denk van oké. Ik ga pas verder de camera er pas bij pakken als het zover is. Ja, ik voelde me vandaag ook niet echt super lekker. En de afgelopen tijd was ik best wel moe. Nou weet ik, had ik jullie ooit eens verteld dat ik heel vaak ging testen bij de zwangerschap van Jalen. En dat tot nu toe nog steeds niet heb verleerd. Maar anyways, naar de exje geweest. Ik heb de early pregnancy test gehaald. En ik heb de pregnancy test, de normale. Maar anyways, 2 zijn de vroegtesten. En die andere kan je gewoon doen op het moment dat je overtuigd bent. Maar 1 en 1 is 2. Kijk dan. Ah, ik ben naar buiten geweest. Mijn lippen zijn een beetje droog. Maar maakt niet uit. Maar kijk. Het is heel pril. Maar ze zeggen echt op de doos. Een T en een C. Is gewoon zwanger. Ik heb even ondertussen schaar gepakt. Ik ga dit gewoon even samen inpakken. Ik hoop dat dit erop blijft. Ik heb er ook foto's van gemaakt. En ik ga dat vanavond aan hem geven. Ja. Echt waar. Ik voel me echt erg. Ik moet jullie vertellen. Ik ben altijd een beetje. Ja, hoe noem je dat? Ik noem het zelf. Ik weet niet hoe ze dat noemen. Ik heb het ergens een keer gelezen. Dat ik een testfreak ben. Nou, bij deze. Ik ben een beetje een stiekem testfreak. Staat het erop? Het staat er gewoon op. Ik weet niet hoe lang het op die digitale test blijft staan. En ik heb waarschijnlijk ook
te weinig papier geknipt. Ik ben heel excited, jongens. Don't let op mij. Let niet op mij. Ik pak hem gewoon zo in. En ik ben gewoon benieuwd hoe hij hierop zou reageren. Ik probeer vanavond dan ook de camera ergens neer te zetten. En ik hoop dat ik het een beetje vast kan leggen voor jullie. Ik heb de vorige keer bij Jalen heb ik het niet echt zo verteld. Maar toen was de situatie ook heel anders. Maar zoals ik jullie al zei, ik neem jullie daarin veel naar het stadion in mee. Dus vandaar dat ik het dit keer anders wil doen. Ik ben meteen op de fiets gestapt om een clipbloedtest te halen. Ik ben helemaal excited dat ik weer net als altijd gewoon door elkaar praat. Ik ben echt heel blij. Maar ja, goed, het is nog heel pril. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar ik hoop dat ik ooit... het eerste deel... al aan jullie mag posten. Dat hoop ik. It's a bless. Als het kan. It's such a bless. Met andere woorden. Dat ik gewoon deze vlog kan afmaken. En anders wordt dit gewoon mijn beeldmateriaal. Dat kan ook altijd nog. Ja, ik ben heel excited. Heel excited. Het is nu 4:15. Ik ga zo Jalen ophalen van de opvang. En dan gaan we even lekker eten. En dan hou ik jullie even op de hoogte. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Mwah. Een cadeautje voor jou. Ik ben een jaar. Oké, waarom film je dit? Open maar. Waarom film je dit? Het is een cadeautje gewoon van mij voor jou. Dat gaat weg, echt? Je kijkt niet eens wat erin zit. Oh nee, ik ga weg. Echt? Toch wel, hè? Oh, beter ja. Goedemiddag. Het is vandaag 16 maart. 16 maart en het is vandaag alweer donderdag. En ik denk ik pak even de camera erbij. Nou, ik ben inmiddels nu volgens mijn teller ben ik 7 weken. Maar ik moet jullie vertellen, het is geen pretje de eerste trimester voor mij zoals ik al een beetje had verwacht. Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik voel me niet heel goed. Ik ben al sinds weken ben ik al heel moe. En gisteren begon het een beetje erger te worden, waarvan ik denk nou... ik moet toch wel eventjes gaan bellen. Dus ik heb gisteren van huisarts een speciaal middel voorgeschreven gekregen om mijn misselijkheid tegen te gaan. Want die misselijkheid is gewoon zo heftig. Niet normaal. En ik zou eigenlijk aankomende dinsdag naar de verloskundige gaan. Maar mijn gevoel zei van nou, ik moet toch even bellen. En wij gaan straks om 2:30 even de echo bekijken. Dus ik hoop dat alles gewoon in orde is. En dat ik me gewoon nergens zorgen om hoef te maken. Ik moet jullie wel eerlijk zeggen, ik vind deze zwangerschap... deze eerste trimester is voor mij wel pittig. Ik had hem wel zien aankomen.
Maar niet zo erg. Ik wil alleen maar slapen. Ik voel me alleen maar beroerd. Ja. Maar het hoort er allemaal bij, zeggen ze me dan nog. Ik ben me nu even snel aan het klaarmaken. Joshua die komt mij zo ophalen, want we gaan samen naar de echo. En hopen gewoon dat alles in orde is. En even kijken hoe ik de komende tijd even die misselijkheid door kan komen. Want dit is gewoon niet uit te houden. En... Goed. Is dat goed? Waar zit die mensen in de baby? Ja. Zijn ogen? Dat is handje dan. Ja, dat is het handje. Dat is het arm. En toen was het alweer tijd voor de 13 weken echo. Wat gaat de tijd ontzettend snel. Nou, even in het kort. De 13 weken echo kun je laten uitvoeren tussen de 12 plus 3 tot en met 14 plus 3 weken van je zwangerschap. Daarvoor kun je zelf een beslissing maken of je het wel of niet doet. Wij hebben op een gegeven moment wel de keuze gemaakt om het wel te doen, want we waren wel benieuwd hoe het ervoor lag met ons kindje. Ze kunnen je hier al een boel vertellen over eventueel afwijking zijn, hoe het kind groeit en noem maar op. Nou, onze 13 weken echo is hartstikke goed gegaan. En wij waren natuurlijk ook heel blij om ons kindje weer te zien. En elke keer weer blijft dit gewoon een bijzonder moment om ons kindje weer terug te zien op de echo. En natuurlijk is het ook hartstikke leuk om te kijken hoe die groeit. Hoe hij of zij groeit natuurlijk. Dus ja, we waren blij met het resultaat. Dus we kunnen niet weer wachten tot de volgende echo.